Ja, nog steeds is de bedoeling en de doelstelling om te promoveren. En dat kan ook met een tweede plek, hè, dit seizoen. Ja. Nou, en eventueel play-offs, maar dan moet je een periode pakken. Dan moet je een periode pakken. Nou, allebei die kansen liggen nog gewoon open. En 6 punten in deze competitie is gebleken dat dat gat is te dichten. Oké, maar daarvan zeg je dat kampioen worden is misschien dan wel nu... Nou, het overgezegd. Vind ik nu geen realistisch beeld. Nee. Daar heb je al te veel punten voor laten liggen. En daar ben je niet constant genoeg maar voor. Maar Bart, als je zoveel punten al laat liggen en het is pas begin december, is het dan wel reëel om te denken, je wordt tweede? Geert zit nee te knikken. Nou, dat is een beetje, als jij het defensief op orde kan krijgen en je kan een serie neerzetten in deze competitie, ben je, nou laat ik het andersom zeggen. Op het moment dat wij nu niet goed gepresteerd hebben, daar ben ik ook mee eens, het is niet constant genoeg, sta je nog steeds maar 6 punten achter op de positie die je promotie terecht kan En bijna al die ploegen die boven ze staan, waaronder de Graafschap, die krijg je allemaal nog thuis. Al die concurrenten krijgen ze in de tweede seizoen zelf thuis. Waarbij ook nog eens zo is dat alleen bij Cambuur zijn ze weggespeeld tot nu toe. Maar bijvoorbeeld de Graafschap uit moet je eigenlijk gewoon winnen. Die doet het niet. Gebeurt niet. Hij heeft allemaal zijn eigen reden, maar het had gekund. Dus ik ben nog niet zo pessimistisch dat ik denk dat het allemaal niet meer kan.